In het kader van de actie NL Doet zijn een aantal leden van het CDA Woensdrecht aan het werk aan de beplanting en de terrassen bij zorgcentrum Mariehoeve in Ossendrecht. Duizend en mij is door tante Louise gevraagd om met Nederland Doet, om proberen met een groepje mensen de terrassen in orde te maken, aan te planten met bloemen en dergelijke. Ze hebben een subsidie gekregen en dat willen ze besteden aan het opknappen van de terrassen, nu het voorjaar eraan komt. En nu hebben wij als CDA Woensdrecht hebben wij gezegd van nou, wij gaan dat op vrijdag gaan we dat op Mariehoeve doen. Die hebben morgen open dag hier, dus die willen de zaak netjes in orde hebben. Dat hebben we bijna voor elkaar en morgen gaan we dat op Heideduin doen, weer met een aantal mensen van het CDA Woensdrecht. Ook de bewoners hadden er plezier in. Schitterend, hè? Hij is nog niet geleerd. Maar ik ga weggooien dat gereedschap, zit hij. Je moet niet buiten de deur zetten, dat gereedschap. Je kunt toch rijden, kun je dat allemaal doen? Nu pak je touw. Dat is er maar aan.